meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a two-time K-1 World Grand Prix finalist and K-1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco, ladies and gentlemen, the baddest, and now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters, he weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Van Hooven. Once again, the referee in charge of this championship bout at Sushi Onare. Okay, 3 minutes, 5 rounds, okay? It's a clean fight, okay? De kolossale krachtmeting in Arnhem staat op het punt van beginnen. Rico tegen Badden, bittere rivalen. De pièce de résistance van Glory Collision start nu. Rico met de witte handschoenen, Badden met de zwarte. Is de low kick uitgedeeld door Badr Hari. Rico agressief naar voren. De hoek van Verhoeven zegt niet te wild bewegelijk zijn. Rico Verhoeven volgt met een low kick. Daar zit de sleutel van succes voor Rico. Volgens Joe Valtellini. En zien we een nieuwe aanpak voor het probleem Rico Verhoeven. Oh, harde rechterhoek van Badr Hari gevolgd door een linkerknie naar het lichaam. Badr combineert goed, gaat ook goed naar het lichaam. Ja, beide heren zijn van plan om vooruit te vechten. Een stootcombinatie van de Golden Boy. Goede timing. Badr slipt 2 stoten al. En counter daar goed op terug. Mooie jab van Rico Verhoeven door het midden. Geantwoord door een low kick. Badr Hari heeft het gemunt op het lichaam van Rico. En Rico heeft het gemunt op de benen van Badr. Oh, hier een rechterhoek van Badr Hari op de kin van Rico Verhoeven. En hij krijgt 8 tellen. Voor het eerst in zijn glory carrière krijgt Rico Verhoeven 8 tellen. De dynamiet zegt boom. Badr Hari landt op de kin van Rico Verhoeven. Gaat het dan gebeuren? De onverslaanbaar geachte Rico Verhoeven. Het is een rematch van Badr. En je weet wat ze doen, wat hij doet in rematches. Hier ruikt hij bloed. Hij proeft bloed. Hij zit erop. Rico Verhoeven grijpt vast. Scheidsrechter breekt op. Badr Hari blijft vooruitkomen. Hier weer die rechter zwaai. Levensgevaarlijk. Rico Verhoeven probeert te herstellen. Badr Hari zet hem vast. Duikt weer weg. Komt weer terug met die rechte. Weer raak. Hier weer net rakelings mis. Rico raakt Badr. De hoek van Rico vraagt om trappen. Niet meer om stoten. Niet meer die slagenwisseling aangaan. Badr zei het van tevoren. Als hij slagenwisselingen met mij aangaat, heeft hij een probleem.
Mooie lange jabs van Rico. Houdt Badr op afstand. En Badr is dus nog steeds van ongekende klasse. Rico vecht achter zijn jabs. Hoek wil dat hij dat niet doet. Vraagt om een trap naar de arm van Badr. Low kick uitgedeeld op Badr. Badr Hari weet dat hij deze ronde gewonnen heeft. Hier nog een hoge trap. Wel los. Rico te gehavend. Te ervaren om die te laten gaan. Oh, hier een harde trap op de benen. Misschien na de bel. De fans krijgen wat ze willen. Explosies. Een magische avond in Arnhem. En Badr Hari slaat Rico dus naar het canvas. En geeft hem voor het eerst 8 tellen in 18 wedstrijden. Nog nooit een knockdown geïncasseerd. En Badr doet het in de eerste 3 minuten. Badr en slagenwisselingen. Oh, dat had zijn achternaam kunnen zijn. Hij blijft scherp, hij blijft gefocust. En dan plant hij hem zo vol op de kin. Badr heeft ook, of Rico heeft een wond op zijn rechterwang. Daar wordt vaseline opgesmeerd door zijn teamgenoten. De mannen in zijn hoek. Rico's gezicht geschilderd, gesminkt. Gesminkt door de stoten van Badr Hari. Badr Hari nog weinig schade. Hoe zit het conditioneel? De meeste mensen zijn bang dat Badr Hari het niet volhoudt. Tweede stanza. Badr Hari zelf denkt daar anders over. Ook ik heb hem anders gezien in de gym. 14 ronden sparren. Hier weer een slagenwisseling. Deze lijkt Rico te winnen. En ruikt bloed. Rico Verhoeven nu erop. Rechter directe. Heeft Badr aangeslagen. Badr Hari in de slagenwisseling. Slaat Rico Verhoeven aan. En dit is wat Badr wil. Die wil er een slijtageslag van maken. Ja. Rico uit de tent lokken. En het lukt hem. Het lukt hem. 50-50 wordt het nu. Maar beide heren waren aangeslagen. Maar als ze gaan vechten, is het Badr die aan het langste eind trekt. Heeft hij zelf geroepen. Dennis Krawel, de coach van Rico Verhoeven, zegt alleen maar trappen. Trap op de schouder. Eigenlijk moet Rico de afstand klein maken en dan Badr zijn gewicht laten dragen. Badr Hari wilde zwaaien. Als die erop zit, vliegen er een paar tanden uit. De hoek van Rico vraagt om trappen. Meer trappen. Het lijkt Tour de France wel. En trappen. Naar het lichaam. Afstand houden. Rico wil afstand houden. Rico wil er een conditiestrijd van maken. Badr Hari. Draaikick. De Leko. De Leko killer. En nu gaan we ook zien hoe het zit met Rico zijn karakter. Kan hij omgaan met deze tegenslag in de eerste ronde? Uppercut. Uppercut raak. Badr Hari evenwicht kwijt. Badr lijkt wat in te zakken. Stoot de combinatie naar het lichaam. Afgerond met een low kick. Gewicht speelt ook een rol. Rico Verhoeven. Toch een aantal kilo zwaarder. En die gaat steeds op je hangen. Die gaat duwen. Badr Hari moet nu heel diep gaan. En dat gaat hij. Blijft vooruitkomen. 1 minuut nog in de tweede ronde. Rico Verhoeven jab. Het boksen wat hij veel heeft gedaan in Engeland. Met Tyson Fury, Yuhi Fury. En niet te vergeten zijn trainer Dennis Krawel. En Peter Fury natuurlijk, legendarische bokscoach in Manchester. Boxen maar het is Badr Hari die met zijn stoten toch schade aan weten. Nee, richten, hoor. Boksen kan niet wel. Maar als we gaan straatvechten, dan is het Badr. Wow! Weer een harde hoek. Het publiek explodeert. Badr heeft wel 40 stoten geraakt. Waar Rico er maar 17 raakt. Hier weer een zwaai van Badr Hari. Weer raak. Rico Verhoeven kruipt de hoek in. Waar hij zich even veilig voelt. Pakt vast. Scheidsrechter. Haalt ze uit elkaar. Pandemonium in het Gelredome. 31.000 man staan op de banken. High kick van Badr Hari. Niet ingeleid. Rico Verhoeven ontwijkt. Tweede ronde zit erop. En nu gaan we zo meteen de scores zien. Maar Badr Hari laat zien dat hij op 35-jarige leeftijd nog steeds meetelt. En het Rico Verhoeven ontzettend moeilijk maakt. Zeker weten.
Hier Rico Verhoeven die even de touwtjes in handen nam. Lange jabs, opgevolgd door een rechter directe. Maar Drahari blijft goed kijken. En als je een stoot ziet aankomen, kan je hem ook incasseren. In tegenstelling tot deze hoek, waar Rico Verhoeven terug moest zien op de schermen, boven hem. Mike Passenier in de hoek van Badr Hari. Heel even ging Badr naar een andere trainer. Was heel snel terug bij Big Mike. Een groot strateeg. Kickboksend redt Badr Hari het zeker. Gaat hij het conditioneel ook redden? Tegen de topatleet Rico Verhoeven. Derde bedrijf. Rico Badr. Ronde nummer 2. Oh, wow, linker high kick van Badr. Op het hoofd van Rico. Die loopt wankelend naar de witte hoek. Scheidsrechter telt. Rico kijkt naar beneden. Komt hij de hoek uit? Ja, hij gaat door. Is hij terug? Is hij bij zinnen? Zo hebben we Rico Verhoeven nog niet in de problemen gezien. Ben Sadiq kwam heel dichtbij. Maar het is nu Badr Hari die de agressor is. En weer naar voren komt. Oh, gedraaide trap. Dit zegt iets over het zelfvertrouwen van Badr. Badr Hari blijft zitten. Wat is hier aan de hand? Het stadion explodeert. Badr blijft zitten. Heeft een blessure. Geblesseerd te zijn en het is afgelopen. No contest. Iedereen probeert naar de ring te komen. Wat gebeurt hier? Badr Hari met een draaitrap. En blijft dan zitten. Breekt hij hier zijn been of scheurt hij zijn kniebanden af. Badr Hari blijft op de grond zitten. Rico Verhoeven, sportief als hij is, gaat er meteen naartoe om te kijken wat er aan de hand is. Maar ergens denkt hij ook wel, hoe had dit anders afgelopen? Maar zo mag deze wedstrijd toch niet eindigen. Badr Hari domineerde in de eerste ronde. Rico kwam prima terug in de tweede. Moest dan toch weer een knockdown incasseren in de derde. En dan gebeurt dit. Het lijkt de enkel te zijn van Badr Hari. Dit is toch niet te geloven. Dit kun je toch niet bedenken. Dat Badr Hari nu geblesseerd raakt na het uitdelen van een draaitrap. Ja. Ja, je ziet het. Oh, teleurstelling van Badr. Teleurstelling van iedereen in de zaal. Badr Hari hier met de high kick. Wat gebeurt er dan? Op het hoofd van Rico die meteen naar de grond zakt. Evenwichtsorgaan is geraakt. Kijk eens. Over de dekking. Op het hoofd van de King of Kickboxing die neergaat. Hier de draaitrap. Verstapt zich waarschijnlijk. Glijdt ook uit. Wil opstaan. Glijdt inderdaad uit. Ik zie niet zo heel veel gekke dingen eerlijk gezegd. Ja, we hebben ook geen MRI-camera natuurlijk hier. Dus